Nou kinderen, het gaat een beetje slecht met de school. We hebben al geen stoelen. En nu moeten we even luisteren naar de andere juffrouw. Maar nu gaan we wel een opstel schrijven. Nou kinderen, het is zo, we zijn zo net de school in de crisis dat we het al op wc-papier moeten schrijven dat we geen papier hebben. Dus dan moeten we het op wc-papier doen. Echt zo zacht en schandalig. Bibliotheek gaan. Ja! Ja! Met de bus gingen de kinderen naar de bibliotheek, waar de directeur van de bibliotheek een beetje vervelende man was. Hé, ik heb het zo, ik heb gebouwd uit vezels en katoenvezels. Groeien uit de zaden. Hé, dit is een saai verhaal. Stop met lezen. Zet maar een ander boek uit. Sorry. Wacht eens even. Wil dat stomme klasje mijn bibliotheek binnen? Oh, volgens mij is het hier zo. Ja. We zijn verlegen. Ga je mee naar het strand? Stop maar met lezen dan. Onze school is heel arm. Hier naartoe voor een beetje meer informatie. Niks de informatie. Jullie moeten wegwezen. Jullie hebben schulden bij mij. Opzouten. Hup. Wegwezen. We maken zorg dat ze weg zijn. Wij hebben een idee. We gaan hier ons opsluiten. Komt iemand aan? Is het afgesloten? Heb je alles nagekeken? Heb je alle deuren gesloten? Ja. Nog een gevoel of dat nog iemand in de bieb zit? Zal wel. Kom, we gaan weer terug. We gaan informatie zoeken. Ik heb daar een mooi boek gezien. Kom, goed. Ja, is goed. Fire! Oké, hier staan allemaal belangrijke adressen van belangrijke mensen in. Hé, hier staat het adres van Sinterklaas. Yes! Ja. We hebben het gevonden! Cole gaat een brief sturen naar Sinterklaas. Zodat we al onze schulden af zijn. Yes. Ja! Yes. De kinderen stuurden een brief naar Sinterklaas en een paar dagen later hadden ze al een antwoord. Oh, dit meen je niet. Sinterklaas schrijft in het brief dat hij al onze schulden met de bibliotheek betaalt voor ons. Ja! Yeah!